Hoi. Nou, zoals ik dus al zei, we gaan even een opname doen. En ik ga jou een paar vragen stellen. Ik ben met een klein onderzoekje bezig voor Dus David Games. En dat is een kanaal wat jij wel kijkt, volgens mij. Oh, maat, ik ben zo verslaafd. Oké. Nou, dat is hartstikke mooi. Even kijken hoor. Zo, hoe de hel kan ik dat doen dat ik het tegelijkertijd lees? Maakt niet uit joh. Ik doe gewoon de vragen lekker uit mijn hoofd. Allereerst, hoe lang kijk je al naar mij of naar het gamekanaal in specifiek? Ik begon eerst met je andere kanaal. Oké, met alleen, dus David. Ja, alleen ik weet het niet precies, maar best wel lang eigenlijk. Oké, en de andere vraag is eigenlijk, waarom kijk je ernaar? Wat vind je er zo leuk aan? Ik bedoel... Het is leuk omdat... Het is zeg maar een soort van minifilm steeds. En jullie zijn grappig natuurlijk ook. En altijd als ik me niet leuk, zeg maar, verdrietig voel, jullie maken me altijd blij. Ah, dat ben ik echt heel blij om te horen. Jee. Dat vind ik echt heel tof, dat wij met onze video's gewoon iets goeds doen en zo. Ik bedoel... Iemand aan het lachen maken, dat is leuk, maar iemand die zich kloten voelt, beter laten voelen, dat is natuurlijk gewoon helemaal wauw. Nou, dan gelijk verder naar de volgende vraag maar. Wat is de favoriete video of serie op DDG? Kingdom. Ja, oké, het is een beetje een inkoppertje. Ik denk dat ik die vraag 3 of 4 keer ga horen, het antwoord. Maar dat maakt voor de rest niet zoveel uit. Kingdom, waarom? Wat vind je daar zo leuk aan? Spanning en sensatie en de muziek die eronder staat vind ik ook goed gekozen. Oké. Vind ik wel echt goed trouwens. Ja, dus... Nee, ik zit echt op het puntje van mijn stoel altijd, ook al is het Minecraft. Ik vind het toch spannend. Het gewoon spannend met een beetje muziek en een beetje GTST acteren komen een heel eind. Als je nou, zeg maar, stel je voor in een ander universum en jij kon iets veranderen aan DDG, wat zou je dan anders willen zien? Het mag van alles zijn. Mag zeggen van nou, die persoon, doe maar weg. Of ik wil meer van die game hebben. Of meer uploaden of minder uploaden. Of wat zou je willen veranderen? Ja, ik vind alles goed. Alleen ik had net een LOL video gekeken. En ik probeer om te spelen, maar ik snap al die woorden niet. Maar ik weet niet. Het ligt aan mij. Ik ben ook een meisje of zo. Maar... Ik kijk zelf wel eens naar een stream van World of Warcraft of Starcraft. Dat begrijp ik ook niet, hè? Dat is voor mij waarschijnlijk net zo Chinees als League of Legends voor jou is. Wat ik gewoon aanraad is door het gewoon te blijven spelen. Gewoon beginnen en blijven spelen. Af en toe een keer wat video's kijken, wat streams. En op een gegeven moment begin je te begrijpen. Want wij hadden het precies zo hoor. Ik had ook vrienden, in dit geval Milan. Ken je Milan? Ja, tuurlijk. Ja, oké. Die speelde League of Legends en toen ben ik ook gaan spelen. En ik was echt net zo slecht als jij was waarschijnlijk. Maar gewoon blijven spelen en dan kom je er vanzelf. Ja, ik ga het doen. Lijkt me leuk. Maar ik ken jou ergens van. Ja, maar ja, zou kunnen. Volgens mij ben jij een hele grote Mitchell-fan. Ja. Ik wist het. Ik ben een hele YouTube-fan. Best wel veel volgen mij al. En als je Gosse kent, Gosse zit bij mij op school. Dat is best wel een goede vriend van mij. Geus. Ja, die ken ik, ja. Oh, wat grappig. Ja, nou, wat een klein beeldje. Hij zit allemaal op te scheppen dat hij jou kent en met jou praat. En toen dacht ik van ja, ooit ik ook. Ja, precies. En nou kun je gewoon... Nou, je hebt nou vakantie, denk ik. Maar dan kun je daarna gewoon zeggen... Gosse, pak jou. Ik heb hem ook op Skype. En ik heb zelfs met hem gewebcamd en dergelijke. Toch? Ja. Ja. Oh, ik was ook een beetje zenuwachtig, maar... Valt nu wel. Ja, weet je hoe cool jij bent? Nee, we zijn heel normale mensen, hoor. Echt waar. Dit is echt, ja. Ja, maar het is toch wel... Ja. Ja, ik weet niet. Nou, ik vind het wel heel schattig in ieder geval. Maar aan veranderingen van Dus David Games zou je eigenlijk nog iets meer uitleg willen van sommige games. Dat is het eigenlijk. Ja, alleen ik vind het wel allemaal goed hoor. Oké, cool. Dan geef ik je nog 1 kans. En mochten ze deze video niet zien, ga ik het ze persoonlijk vertellen. Behalve aan mij, want je hebt mij nou op Skype, dus je kan alles aan me vragen of vertellen. Wat zou jij nog aan iemand anders willen zeggen of vragen? Iemand uit mijn vriendenkring, zeg maar, die je normaal gesproken niet goed kan bereiken. Wie? Zeg het maar. Hoi Milan! Ik moet hoi Milan zeggen, is dat het? Ja. Maar Milan ziet deze video sowieso. Kijk, heel Molino groep, die volgt mij. Frans volgt mij, Rutger volgt mij, maar
Marlien, hoe heet het? Milan? Heb ik zeg maar nooit een reactie teruggekregen op Twitter. Zou kijk, ik, ja, dat gaan kijk, we regelen. We gaan regelen. Hoi. Dat... Ik zeg gewoon, Milan, je moet Jamie volgen. En dan gaat hij dat doen. Jee. Alleen dan kun je hem wel gaan spammen met DM's. Dus dan weet ik niet of hij dat zo tof vindt. Nee, maar volgens mij heb ik nou ook zijn nummer gekregen. Oh. Want, van hem zelf? Nee. Op Omegle was hij. En toen ging iemand zijn nummer geven. Dus ik dacht, ja, ik voeg toe. En volgens mij is het echt een echte nummer. Dus ik heb even een berichtje gestuurd van ja. Ja, kleine kans dat je daarop... Kijk, hetzelfde is met mijn nummer hoor, die is ook in de omloop. Alleen, ik reageer nooit op mensen die mij zomaar toevoegen, weet je wel. Ja. Maar oké, hey, dit was hem alweer. Okay. Nogmaals, dat hoi Milan, dat komt helemaal goed. Hij ziet deze video waarschijnlijk wel. Ik zal het hem zeggen. Ik zal ook even hoi Mitchell zeggen. Hoi. Ja, ik kan hem binnenkort zien volgens mij. Bij luisterzet. Super vet. Nou, Jamie, bedankt voor het meedoen in ieder geval. Ik ga jouw feedback even meenemen... over de games niet zo moeilijk uitleggen. En ja, dankjewel. Alsjeblieft. Oké, doeg. Doei.